Goedemorgen allemaal, welkom bij weer een nieuwe, het zit niet, de nieuwe bij Jordi vlog. We zijn in Sopot, we zijn al goed aangekomen, we hebben gisteren al een beetje baan verkend. We waren een beetje druk, want we zijn met z'n tweetjes met vier paarden. Dit is Fleur achter de tralies. Hallo. Dat is de groen van deze week, Fleur Tuininga. Doet het super, die is Bassie aan het vlechten, want die moet om 8 uur al dressuren. Ja mensen, het is 6 uur, we zijn al met de paarden deze wandelen. Mazel Tof is mee. Tina hebben we mee, zit even verstopt achter de deur. Ja, en we hebben natuurlijk iets speciaals. Nou ja, voor mij is het speciaal. We hebben na anderhalf jaar mijn grote vriend Curaçao weer mee. Curry! Ja, we hebben vandaag de dressuur op het programma. En Tina en Maatstof waren gisteren nog wel een beetje onder de indruk van de entourage hier. Maatstof is natuurlijk niet zo gek, want hij loopt zijn tweede wedstrijd. En hij is druk. Ze is druk. Hallo! Ik kan niet de camera opeten, hè? Dus ik hoop dat die een beetje hun gemak houden in de dressuurproef. Bassie liep heel goed in de training. En ook Curry was lief. Dus ja, nogmaals, ik hoop dat we gewoon fijne steady dressuurproefjes neer kan zetten. Als we de dressuur gehad hebben, dan komt het wel goed. Denk ik, tenminste. Ik heb er wel vertrouwen in. We hebben er zin in. Het is mooi weer, een beetje koude wind. Maar dat komt allemaal goed. Nou, we zijn helemaal klaar voor de dressuur van Ambassador. Fleur heeft hem even rondgeslingerd, zodat ik makkelijk op kan stappen. Hij ziet er super uit. Fleur heeft hem keurig schoongemaakt en geknot. Hij heeft er zin in, zoals je ziet. Dus ik zeg hey ho, let's go! Rustiger dan zijn vorige dressuurproef. Dus echt dik tevreden. Ik had niet beter kunnen hopen. En die hadden we van tevoren nog getekend. Dus hij is helemaal ready to jump tomorrow. Maar eerst moeten we nog even drie andere dressuren. Maar voor nu dik tevreden en helemaal blij. Nou, Curry is er ook helemaal klaar voor. Zin in? Oh, hij gaat al. Pas zelf. Dus hij moet nog even wakker worden, denk ik. Oh, de oortjes gaan toch nog naar voren. Even flirt even de finishing touch. Mijn laarzen weer mooi glimmen voor de dressuurproef. En dan gaan we kijken hoe Curry zijn eerste wedstrijd na een lange tijd weer gaat. We hebben er heel veel zin in. Hij is lekker fit. Al staat het er zo nog niet helemaal bij. Maar dat zien jullie straks wel. Dus we zien jullie zometeen weer bij de dressuurbaan. Oh, toch lachen. We'll be right back.
Yeah, really interesting, yeah. Jeden z wieczór zakończył reprezentujący Holandię, Jordi Wilken i Curaçao. A za moment zobaczymy tam reprezentującą Włochy, Madrytę, Kone, Corsi i wiele. Nou, een beetje spanning in de stad. Verder eigenlijk wel goede dingen. Eén eenvoudige wissel dacht ik voor mij uit, viel die al in het draf. Dus ja, twee dure fouten denk ik, maar verder zeer tevreden. Het halt houden moet nog iets beter. Er zijn nog genoeg verbeterpunten, maar we zijn nu heel blij mee. We gaan hem even lekker afzagen. Nummer 3, Mazel Tov. Curaçao had dus twee foutjes, die ging aardig goed. Die had 35. De beste die had eigenlijk een goede proef, maar de jury was er niet helemaal mee eens. Maar ik moest ook als eerste de baan doen, dus dat helpt meestal ook niet mee. Dus die kreeg de 39, dat viel een beetje tegen. En nou is Mazeltje aan de beurt. You call on my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it, but I like it. Why, baby, do you look so pretty in your smile, my, baby? And I'm all breathing, tell me why, baby, do you look so pretty in your smile, Nou, ze had een beetje spanning en ze was een beetje tegen mijn rechterbeen, dus daardoor was de aanleuning wat onrustig. Verder geen grote fouten, maar ja, de aanleuning was wat onrustig en rechtsom in de grond was iets hinkerig. Dat kost wel wat punten, denk ik. Maar ik vind het knap voor 6 jaar zo'n groot entourage, dus op naar het springen. Oh, ik moet stop dat nog even goed doen. Ja, hij zit een beetje te laag. Zo. Top! Kijk, dan kan ik mooi aankleden. Nou, we zijn alweer klaar voor de laatste dressuurproef van vandaag. En dat is Tina. Tegelijkertijd ook de moeilijkste, dus ik ben benieuwd. Als ze deze overleven, dan komt het helemaal goed. Ze had gisteren nogal veel zin in, dus ik hoop dat we er een beetje kunnen temperen. Maar ja, we zijn er klaar voor, dus we zien jullie zo bij het losrijden. Hey ho, let's go!
Nou, een beetje spanning bij de wissels, maar verder eigenlijk best goed. Het begon een beetje te tam, maar dat was rustig. Zo, we hebben de dressuur gehad. Dus even een mooie knot erin gemaakt, paarden mooi gemaakt, super blij mee. En dan gaan we nu de cross lopen, achter ons is de startbox. En dan beginnen we op deze vette renbaan op naar hindernis 1. Nou, we lopen eerst kort de 4-ster, oftewel de cross die Tina mag lopen. En dat is pas zondag, want we gaan morgen eerst springen. We komen de startbox uit. En dan is dit hindernis 1. Mooi bak op de renbaan zoals we al zeiden. En dan gaan we lekker een stukje galopperen. Op naar hindernis 2. Nou, we hebben lekker een stukje galoppeerd. We komen bij hindernis 2. Huis. Mooie hindernis. Eén keer opzetten. Lekker in het ritme. En dan gaan we vlot door naar hindernis 3. Want er komen nog zoveel combinaties waar we tijd verliezen. Dat we lekker vlot van start moeten gaan. Zodat we niet te ver buiten de tijd komen. Dan zijn we alweer bij hindernis 3. We blijven op de renbaan. Dus we kunnen lekker in het ritme. Ja, en dit is ook een mooie hindernis om in het ritme mee te nemen. Mooie heg. Goed grondlijn. Oftewel, dit mag niet te veel tijd kosten. Eén keer opzetten, lekker doorgalopperen. Ja, en dit is gewoon fijn in het ritme komen. En dan krijgen we nog één zo'n mooie hindernis om in het ritme te komen. En dan beginnen de grote vraagstukken van deze korte 4-ster. We komen alweer bij hindernis 4. Zoals ik al zei, de laatste mooie hindernis op de renbaan aan deze kant. Mooie okser. Serieuze okser. Zo even goed opzetten, dan een fijne sprong krijgen, want die sprong is aardig breed. En dan is dit eigenlijk de setup fence. Want dan steken we hier over, door het kleine poortje heen. En dan gaan we naar hindernis 5ABC. Het eerste echte vraagstuk. Gelijk moeilijk, gelijk technisch en heftig. Dus hier wordt het spannend. Dan komen we bij de eerste combinatie van deze cross. Hindernis 5A, 5B. Dus we brengen deze tafel, serieuze picknicktafel, groot, breed. En dan krijgen we 4 galopsprongen schuin naar deze hoge hindernis. Hindernis 5B. Hier rijden we dan schuin heen, dus die moet hij zo springen. Het is heel belangrijk dat we het paard goed recht hebben, het ritme goed hebben, goed tussen die vlaggen doorkijken. En dan lekker in het ritme naar de overkant springen. En dan niet te lang rechtuit, want we gaan linksaf op naar hindernis 6. Nou, dan hebben we weer een lekker stukje gegalopeerd en dan komen we bij hindernis 6. Eén keer opzetten en dan komen we bij deze ouderwetse steeplechase hindernis. Wat natuurlijk heel imposant is, want het is echt super breed. Zoals je kan zien. Ja, het is echt immens hoog, breed. Maar wel super cool. Dus we gaan hier lekker in het ritme op af. En dan vliegt Tina hier overheen. En dan gaan we op naar 7ABC. Alweer een hele moeilijke combinatie. Nou, dan hebben we een stuk galoppeerd vanaf hindernis 6. En dan komen we bij 7A. Op sprong. Even een handje van de vlag heen. Dan hebben we hier 7B. 1 galopsprong 7B. Dikke boomstam naar beneden. Landen pas hier, dus kun je nagaan wat een grote sprong dat is. En dan denk je, nou dat is best heftig geval, maar dat was niet. We krijgen wel 4 galopsprongen, hindernis 7C. Ja, dus het is echt wel technisch en lastig. En hierna kunnen we lekker even een stukje galopperen op naar hindernis 8. We komen hier bij hindernis 8. Weer een steeplechase, hè? Iets lagere landing, dus we moeten een beetje terugzitten, lengte in de hals. Ja, ze zijn hier nationaal aan het springen, dus het is een beetje rotzooi. Maar dus we moeten iets lengte in de hals, mooi terugzitten. En dan gaan we op naar hindernis 9. Alweer, hop hop. Zo, daar hebben we na die mooie heg van net weer een lekker stuk gegalopeerd. Dan komen we hier bij hindernis 9, mooie tafel. Even goed opzetten. Zorgen dat we het paard goed recht hebben. Een imposante tafel, niet te breed, dus het is belangrijk dat we hem echt goed recht hebben. Dat paard de sprong goed in kan schatten. En dan vliegen we hier mooi overheen. En dan gaan we op naar de volgende combinatie, want die komt er alweer aan. Hier bij hindernis 10AB. We hebben net 9 gehad, 10AB. Mooie palissade, oftewel een sloot met een hindernis.
gat zoals je ziet. Zo te zien is Roeland hier geweest, want er liggen nog blikjes bier in. Dan springen we dus deze enorm grote hindernis. Dan maken we hem hier mooi recht. En dan gaan we in vier galops voor over dit hele smalle hindernisje heen. Het is heel belangrijk dat we Tina goed recht hebben. Twee benen, twee teugels. Goed vooruit kijken in de verbinding. En dan vliegen we hier mooi overheen. En dan gaan we weer lekker een stukje galopperen op naar hindernis 11. Nou, we hebben een lekker stuk gegalopeerd. Gaan we Tina even goed opzetten voor deze oksen. Eigenlijk hetzelfde als hindernis 4, alleen nu midden op de wei. Grote mimclip oksen. Het is belangrijk dat we even een controlepunt nemen. En dan met de kracht weer naar deze oksen rijden, zodat we voldoende afdruk hebben. En dan gaan we op naar de eerste waterbak. Hier bij 12 ABC. We hebben eerst deze grote bak als A-sprong, dan maken we een gebroken lijn naar 12B, dat is de waterinsprong. Dus hier zetten we hem één keer op, niet te veel terug, want het is echt meer dan 2 meter breed. Dus we moeten hier nog wel een stukje springen. En dan krijgen we een mooie gebroken lijn op 6 galopsprongen. En dan springen we dit hele smalle hindernisje het water in. De waterbak moet nog gevuld worden zoals je ziet. Krijgen we één rechte lijn en dan springen we dus de bovenschuim in het water. Dat is 12C. Dat is echt wel heel lastig. Ik denk dat we Tina goed recht hebben tussen de vlakken door. Landen en zo snel mogelijk het water uit galopperen. Want ja, dat kost gewoon heel veel tijd. En dan gaan we lekker op bij hindernis 13. Dan komen we hier bij hindernis 13. Helemaal verstopt achter deze bosjes. Het is belangrijk dat we goed aangeven waar we heen moeten. En hopelijk kijkt Tina niet te veel naar de bosjes. En zoek ze mooi naar deze boomstam. En dan kunnen we doorgalopperen. Nou, weer de volgende waterbak. Oh nee, we hebben nog één hindernis ervoor. We gaan eerst nog naar een dikke heg. En dan pas de waterbak nog een keer. Maar nou een andere. Dus eerst nog even naar hindernis 14. Dan komen we hier bij hindernis 14. Weer een grote heg. Nog groter dan die andere. Het is belangrijk dat we één keer opzetten. In het ritme. Deze gigantische heg springen. Je moet Tina helemaal rekken. En ja, dan zijn we al vrij snel bij de waterbak. Dus het is belangrijk dat we die in het ritme springen. En dan hier duidelijk ons controlepunt al gaan maken. En dan gaan we over naar de waterbak. Deze zijn ze al voorzichtig aan het vol laten lopen. Dus hier doen we echt een keer goed opzetten. Even weer op het achterbeen. Dat we mooi krachtige waterinsprong krijgen over deze grote hindernis. Heel mooi. He, mooi rond, dus het springt super fijn. En dan gaan we dus hier. Dat is een heel mooi watervalletje. Oké, maar ik heb dus geen laars aan, dus we gaan er even omheen. Naar de sleur. En dan gaan we dus door het water heen. Vanaf die bak daar, waar die mevrouw net liep. Dat is de middelste van de 5. Dan gaan we hier een gebroken lijntje maken naar 16A. Dat is een hekje. Nou ja, stelsprong met die mimclip die jullie kennen ondertussen. Dan krijgen we 2 galopsprongen schuin naar weer zo'n enorm hoge heg. Ja, dat is een echt immense heg waar we overheen moeten. Wel super mooi hoor trouwens. Maar ja, dan springen we hier dus die heg. En dan krijgen we in 3 galopsprongen alweer deze smalle. Dus dit is wel even heel technisch en lastig. Omdat het dus heel breed is en een scherpe bocht. Dus hier moeten we echt even goed opletten. Dat we een fijne sprong krijgen. Zodat we makkelijk naar 16C rijden. En dan gaan we een stukje doorgalopperen de hoofdpiste in. Daar staat ja, ook nog een combinatie. Maar ja, die kunnen we even niet laten zien, want die staat nog niet helemaal klaar. Omdat ze nog aan het dressuren zijn. Dus dan gaan we weer verder als we de hoofdpiste uitspringen. Die combinatie houden jullie nog even ons goed. Nou, hindernis 17 kunnen we al wel zien. Dat is die smalle daar. En dan is er dus nog een combinatie 18AB. Maar die kunnen we helaas niet laten zien in deze mooie dressuurpistes. En dan gaan we over 19, deze heg de piste weer uit. En dan draaien we linksaf de renbaan weer op. Dus dan gaan we het laatste stuk weer lekker op de renbaan galopperen. Op naar hindernis 20.
Nou, dan draaien we dus hier de renbaan weer op. Galopperen we lekker vlotjes. Eén keer opzetten voor deze immens grote okser. Fleur zei al, die okser is net zo groot als dat ik ben. Hè? Ja, ja. Ja, daar valt iets mee. Maar hij is vooral heel breed, hè? Hij is vooral heel breed. En dan galopperen we door naar de laatste combinatie van deze cross. Ja, dat is wel vet, hè? Hier zie je nog de ouderwetse tribunes. Hier doen ze dus echt nog gewoon steeplechases en ja, echte renwedstrijden nog. Dus het is echt wel heel vet om hier te zien allemaal. Dus we gaan op naar hindernis 21 AB. Nou, we hebben een mooi stuk galopperen op de renbaan. We moeten nog wel weer even terug. Want we hebben hier 21 AB, wat nog even een serieuze combinatie is. Echt een hele grote bak. Veel hoger dan die oksen nog van net. Ja, en dan gaan we dus die bak hier iets uitspringen. Dan krijgen we drie galopsprongen in een klein bochtje. Naar 21 B. Dan springen we deze dus helemaal schuin. En dan gaan we nog één keer het gas intrappen. Op naar de laatste hindernis. Nou, dan komen we aan bij hindernis 22, de laatste. Eén keer opzetten. Niet te veel terug, want het is toch wel weer een dikke bak nog even. Maar wel even opzetten dat het mooi op het achterbeen is. 22. Ja, en dan zijn we ook al door de finish hier. Dit was de korte vierster die we zondag gaan rijden met Tina. Dus ja, pittig vind ik. Hoog, dik. Breed en dik door elkaar. Hè? Lekker pik. Ja, het is dus heel breed, hoog en ook wat technische opgaves. Dus genoeg uitdaging. Ik heb alle vertrouwen in Tina, dus we gaan ervoor. Toch? Nou, goedemorgen. Dag 2. Nou ja, springdag, dag 3. Maar dag 2 van de wedstrijd. Mazeltoff is zometeen als tweede aan de beurt. We beginnen met Ambassador. Dan Mazeltoff. Dan hebben we Curry. Ja, sorry, die is te groot voor de stal. En Tina is nog even in snoeismodus. Die is als laatste aan de beurt vandaag. Maar ja, je raadt het al. Het is 7:15 en om 8:00 moeten we al de baan in. Dus Bas is er bijna klaar voor. We hebben er zin in. En we zien jullie zo meteen bij het losrijden natuurlijk weer. Maar het is wel een beetje fris hier. We'll be right back.
Nou, de eerste twee gehad. Maar Stof was dus iets onder de indruk en best de sprong een ruige ronde. Was echt heel goed. En nou is de kleinste van het stel aan de beurt. Toch? Ja. Nee, de grootste natuurlijk. We gaan nu met Curry in de drie-ster. Staat een dikke proef. Genoeg opgaves, moeilijk parcours. Dus ben benieuwd. Er zijn er vier geweest en die hebben allemaal twee balken. Dus dat is in ieder geval een goede uitdaging. We gaan ervoor, we hebben er zin in en ik heb alle vertrouwen in dat Curry een goede ronde gaat lopen. Dus we zien jullie zo bij het losrijden weer natuurlijk. Zo simpel, alles erin. Zoveel vermogen, zo goed springen. Heerlijk om zo'n paard eindelijk weer mee te hebben. Hier moeten we blij van. Van Lundy, dat je dit kunt bekijken, zo best wel in de
Dit is het eerste deel. Volgende week komt het tweede deel online. Dus vond je dit nou net zo leuk als alle andere video's? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben. En vergeet zeker niet om volgende week te kijken. Doei doei!